De poolindeling van Oranje, erg zwaar lijkt me. Maar ook heel erg interessant, omdat je daarmee al één van de nare ploegen, en dan denk ik vooral aan Portugal, wellicht naar huis kan sturen. En dan ga je, hoop ik, uiteraard met Duitsland door. Dus zwaar, maar zeker niet onhaalbaar. Nee, want ik denk dat Nederlands elftal met deze spelers, met deze coach, de wijze waarop ze lopen voetballen, dat ze dat ook in Zuid-Afrika hebben laten zien, dat ze absoluut heel ver moeten kunnen komen in dit toernooi. Hoe kijk jij zelf terug op landen als Duitsland, Portugal en Denemarken? Ja, Denemarken, daar heb ik wat minder goede herinneringen aan, omdat dat mijn laatste interland was. Toen werden wij met strafschoppen uitgeschakeld tijdens het EK in 92. Maar altijd wel een leuke voetballende ploeg. En een ploeg ook die wel een beetje op zijn Nederlands ook tracht te spelen. Maar een ploeg die in mijn ogen gewoon een oranje gepakt dient te worden. Portugal is altijd al jarenlang een hele nare, stugge, vervelende tegenstander. Waarin je wel altijd het idee hebt dat je beter bent. Maar dan toch op het moment dat je in het kleedlokaal zit, ja, toch dan aan het langste eind getrokken hebt, weet je. En dan toch een naar resultaat. Wat is dat dan? Ja, dat is een spelstijl die op een of andere manier niet ligt. Het type spelers waar je moeilijk mee echt tegen kunt voetballen. Maar aan de andere kant is dat ook weer de uitdaging, dat toernooi, om ze nu eens een keer echt een veeg om de oren te geven. Ja, Duitsland is lastig, maar dan zeg ik zoiets van, nou, die wedstrijd, als je Portugal en Denemarken hebt gewonnen, mag je die wat mij betreft wel verliezen, als je dan in de finale nog maar ze uiteindelijk pakt. En daarin vond ik Van Bommel wel een hele mooie uitspraak hebben na die 3-0 nederlaag in die oefenwedstrijd recent. Dat hij zei van, misschien komt deze score ons wel heel goed uit als we weer opnieuw tegen ze moeten spelen. En dan weet ik precies wat hij bedoelt, want ja, slechter kan het dan niet. En dan kun je ze alleen maar pakken, zoals Frank de Boer ooit gezegd heeft, naar het verlies tegen Twente in de bekerfinale. Meestal verlies je niet twee keer achter elkaar. En nog geen week later waren ze Nederlands kampioen.